Sandra Boers en dit is mijn paard Angels Bolero. Vandaag wil ik graag wat vertellen over wijken voor druk. Wijken voor druk is aangeleerd gedrag. Een paard zal als prooidier reageren vanuit zijn instinct en juist tegen druk ingaan in plaats van te wijken voor druk. Maar alles wat met paardrijden te maken heeft, is wijken voor druk. Wijken voor je been, wijken voor teugeldruk, alles heeft te maken met wijken voor druk. Het is heel belangrijk dat je een paard dit aanleert van op de grond, omdat je veilig zou zijn in het zadel wanneer je je been aanlegt, dat hij niet daar naartoe bokt of bij het aannemen van de teugels dat hij er niet juist vandoor gaat. Dus het is heel belangrijk om je paard te leren op de grond wat wijken voor druk betekent. Dus eigenlijk om hem te leren om tegen zijn instinct in te gaan. Ik ga aan Bolero vragen om te wijken voor druk op de plek waar ik normaal mijn been leg. Wanneer je dit bij een paard voor de eerste keer vraagt, die dat niet kent, die zal juist tegen je hand gaan leunen. Die zal tegen de druk ingaan in plaats van ervoor weg te gaan. Een hele goede oefening om het wijken voor druk te trainen, is het uit de poort draaien. Bij deze oefening hoort wel een waarschuwing. Leer eerst je paard om rustig te blijven bij druk aan de achterhand. Want het touw gaat achter de achterhand en je gaat hem eruit laten draaien. Je staat dus achter hem. Dus het is heel belangrijk dat je dit eerst aanleert dat een touw achter de achterhand, dat dit veilig is, dat hij daar niet hoeft naar te slaan. Een heel belangrijke waarschuwing hierin. Even wachten tot je paard stilstaat en ontspant en dan vragen om uit de touw te draaien. Ja, kom maar. Goed zo. Goed. Dankjewel om te kijken en veel plezier met het trainen van jullie paard. Tot de volgende keer!